Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Ja! Vandaag in de video ben ik aan het bellen met Timbra. Wat? Oh, ik deed hele vader en ik stopte. Ja, oké. Maar jongens, vandaag hebben we een update check. En in de update check gaan we de update behandelen. Dat is logisch. Oké, we beginnen meteen, want ik ben super hyper. Hou je mond, Timbra. Ik ben super hyper en dat is om dit. Je kan nu je beeld op pauze zetten. En dan bevriest alles. En dan kun je hele leuke foto's maken. En dan krijg je deze tool in beeld. Maar ik zal eventjes laten zien waar je dat kan openen. Ho, je zweeft bij mij. Boven mijn hoofd. Dit is best schattig. Dat mens moet daar niet staan. Oh, dat is wel handig eigenlijk. Want die namen die verdwijnen dan ook. Oh, dit is echt raar. Ik vlieg in de lucht. I'm a superman. Jongens, kijk dit. Dit gaan we later toepassen. Maar kijk dit. Tindra is aan het vliegen. Oké. Ik zal het even uitleggen. Maar we gaan eerst naar een mooie plek. Tindra, kom je... Tok. Hoe doe je dat? Oh, dat je dan zeg maar springt en dan op pauze zet, zeker? Ja. Ah. Wacht, als het tegelijk springt, wat gebeurt er als je dan op pauze zet? Ga stoppen, dan... Ja, ja, dat is een domme vraag. Oké, we zijn nu in Mistwalbossen. En ik vind het irritant, hier krijg je iedere keer die dingen in beeld, maar als je dan je... ding op pauze zet, dan krijg je dat ook in beeld. Oh my god, ik heb zo'n cute foto. Oké, je doet dit op pauze zetten met de knop op je toetsenbord, dat staat voor O. De O op je toetsenbord die tussen de I en de P staat. Of door dit knopje bovenin je scherm in te drukken, maar ik snap dat de O-toets makkelijker is, omdat dat sneller in te toetsen is. Oké, dit ziet er heel raar uit. Oké, maar we gaan eventjes. Tindra, kom je? Ik ben net een foto gaan. Oké, ik maak ook even een leuke foto als dat ding eventjes uit mijn scherm verdwijnt. Kijk, ik ben nu aan het springen en dan druk je snel op O. En dan ziet het er best wel gaaf uit als ik hier een balk onder had gehad. Echt perfect. Oké. Wat? We gaan... Wat? Wow. We gaan dit. Het is echt heel mooi. Dat klonk best wel een klein beetje sarcastisch. We gaan deze foto gaan we bewerken, want hij is best wel mooi hoe die eruit ziet. Ik zit net iets te ver naar achteren, maar ja, dat zijn de nieuwe animaties van Star Stable helemaal. Oké, we gaan alle tools aflopen van deze, alles. Ik zeg alvast, druk niet op reset, want dan zijn alle instellingen weer normaal. En ik zie dat het echt gewoon meer dan de helft van de dag voorbij is. Oké. Wat we gaan doen. We gaan deze gebruiken. Ik heb net al deze hele tijd gedaan door zo te kijken. Oké, rechtermuisknop. Oké, wat... Oh, dan kun je zeg maar aanpassen dat hier misschien nog tekst kan of zo. Maar ik vind dat het een beetje weinig kader heeft. Je kan echt helemaal zo doen of zo. I don't know. Doe het maar zo. Oké, zo kun je inzoomen en uitzoomen. Oh, dat is best schattig. En dit is dan dat ronddraaien. Wow, halleluja. Het hoofd van mijn paard is echt geplet of zo. Ik stuur je zo in een foto. Dit is ook leuk. We moeten eventjes kijken hoe ik het wil. Ik wil het wel denk ik een beetje dichtbij. Oh, dit is wel leuk. Of toch van achteren. I don't know. Het is echt zo'n zweefmoment. Alles zit gewoon perfect, behalve zijn hoofd en deze schaduw. Maar dat kunnen we doen. Dit zorgt ervoor dat je paard, dan moet je er even op klikken, over de dingen die je scherp wil hebben. Ik heb het nog niet echt uitgebreid getest, maar ik heb filmpjes van mensen gezien. En dan, als je hem draait, dan gaat het weer weg. Maar als je een bepaalde hoek hebt uitgekozen, en dan doe je scherpte, diepte, en dan klik je op degene dingen die je scherp... Kijk, of dat gebeurt, dat je ernaast klikt. En de dingen die je aanklikt, die worden dan scherp.
Ik klik nu op het paard, dus dan wordt het paard scherp. Maar ik wil dit liever niet doen, want ik wil het gewoon een leuke foto. Oké, okay, helderheid. Oh, help. Oké. Okay. Reset. Ja, dat dacht ik al, dan krijg je dat. Oké, okay, een beetje verplaatsen, zo stond die. Oké. Okay. Contrast verzadigd. Wat is dat? Oh, wow, dat zijn echt felle kleuren, jongens. Ik wist niet dat Mistfall deze grauwe kleur had. Dit zou veel beter een kleur van Mistfall kunnen zijn. Alleen is die paddenstoel fucking rood. Oké, okay, een beetje minder. Ja, dit is mooi, jongens. Dit is echt super. Zo zou het spel er uit zichzelf uit moeten zien. Wat is dit? Oh, dat is nice. Dat ga ik ook een keer gebruiken, maar niet nu. Blikveld. Oh, ik weet wat dit is. Dan kun je, zeg maar, je blikveld. Dat betekent dat... wow, dat is heel ver in. Oh ja, dat is trouwens ook weer een voordeel. Je hebt nu ook minder pixels met deze foto's maken. Dat is wel heel nice. Blikveld, dat betekent dat alles om je heen, als je uitzoomt, dan wordt het uitgerekt. En dat is heel leuk voor foto's met andere mensen. En ja, geen logo, dat betekent dat je een star-symbool kan toevoegen. Maar ik vind dat een klein beetje overbodig. Ik kan dit wel doen met de foto van de thumbnail van deze video. Maar dat doen we maar even. Oké, okay, we hebben allemaal filters ook. En dat zijn er heel veel, maar ik denk dat ik het bij puur natuur laat. Ik weet het niet. Oh, dat was het. Wow, nu heb ik vast echt zo hartstikke dood dat ik echt rode ogen heb. Dat zie ik nu echt. Heel goed. Oké, okay, dan heb je hier filtervervaging, maar dat... We hebben geen filter, dus... Kijk, dit vind ik misschien nog wel het vetste. Je hebt nu tijd van de dag. Dan verandert je schaduw. Dan verandert... Kijk, dit is fucking handig. Dit is fucking handig. Als je bijvoorbeeld laat in de avond herinnert dat je een foto wil maken voor de volgende ochtend. Dan kun je hem helemaal terugzetten en jullie zien hier de zon. Dat is ook fucking handig. Ik wist trouwens niet dat dat zo erg verschil gaf. En dit is het begin van de dag. En wat ik ook niet wist, is dat je, dat zie je niet zo goed in Mistfall, maar ongeveer rond deze tijd heb je een soort van mistige look. Dus als je om, weet ik veel, 5 uur in de ochtend online bent, dan zie je een mistige look in Star Stable. En dan wordt het langzaam helderder. En dan aan het eind van de dag weer minder. Weet je... Ik weet niet zo goed welke schaduw ik moet pakken. Misschien moet ik hem in de avond zetten. Maar ik weet het niet. Deze schaduw is wel leuk. Maar dan zit hij hier bij het zadel ook. En dit is interface. Maar waarom zou je dat willen zien? Oeh, het is ook wel nice als zeg maar zijn schaduw zo zit. En dan doe ik hem zo. Maar dit is beter, want hier zie je zijn manen. Ik ben echt al 5 minuten bezig met het goede hoek en... kleur zoeken van de afbeelding. Oké, zo. En maken we een foto. En als je dan wegklikt, dan spring je verder en dan sta je opeens stil. Nou, ik vind dit fucking handige tool. Oké, okay, Tindra, ik weet iets. Kom, we gaan stijgen. 3, 2, 1, stijger. Kijk dit, jongens. Dit is zo nice. Ze hebben wel allebei hun bek open, maar... Zo cute! De vader! Ja, zometeen, wacht. Wacht. Ik vind het niet mooi. Tijger is niet zo heel mooi om te bewerken, oké. Oké, la vader. 3, 2, 1, go! Nice, we staan een beetje te ver bij elkaar vandaan. Oh dan. Wacht, kom even dichterbij. 3, 2, 1, go. Bij mij gingen we tegelijk. Oh, nee, jij ging dan naar beneden. Sukkel. Dit is cute. Opnieuw. Klaar? Tindra. Ja, ja. 3, 2, 1, go. Oh, oké, okay, nice. Eigenlijk moeten we precies tegenover elkaar staan en dan vormen we onze hoofd een hartje.
Ja, kom, dat gaan we doen. Dus ik eerst testen. 3. Oké, jongens, hier ben ik weer. Ik had bijna niet door dat ik hem alweer afgelopen was. Maar we staan nu precies recht tegenover elkaar. Dat als we lavalade doen, of hoe dat ook heet. Nee, dat is... Lavade. Lavade. Ja, lavalade, dat is iets in de Spirit-serie van Netflix. Oké, en dat gaan we dus doen. En dan vormen onze hoofden een hartje. En dat zou fucking schattig zijn als het echt goed werkt. Dus, daar gaan we. 3, 2, 1, go. Go. I'm in love, I'm in love, I'm in love. Sorry jongens, ik ben heel erg blij. Wat is nou iets moois? I don't know. Jongens, ik wil jullie zo meteen ook nog een trucje uitleggen. Hoe je deze dagverandering voor altijd, nou ja, niet voor altijd, maar heel lang kan hebben. Terwijl dat je gewoon beweegt. Maar dat zal ik zo uitleggen. Als je per se wil doorspoelen naar dat stukje, kijk dan in deze seconde. Misschien ben ik te lui om het er neer te zetten en dan moet je zelf zoeken, maar ja. Oké, we gaan... Of zet ik het in de reacties? Ja. Kan zo zijn. Even kijken. Ja, we doen leuk een Star Stable logo, maar niet in ons beeld. Ja, dit is mooi. Oké, dan gaan we een beetje inzoomen. Want het is fucking schattig. En dan gaan we een beetje naar beneden. Kijk, dit is toch een soort hartje. Ik bedoel, als je fantasie hebt, dan zie je het erin. Helderheid. Nee, dat was het niet. Wat was het? Contrast. Ja, het was... Nee. Wat was het nou? Was het verzadigd? Ja, dat was het. Dat zorgt voor mooiere foto's. Dit lijkt echt oud. Alsof dit... Ja, en dan is de Star Stable logo gewoon normaal. Maar dit lijkt echt alsof het een beetje... Ja, hoe noem je dat? Dat het heel oud is en in een oud boek staat en zo. Maar dat hebben we niet nodig. We hebben felle kleuren nodig, want het is gezellig. Ja! Okay, dan moet je contrast heel hoog doen. En moet je helderheid heel hoog doen. En moet je verzadiging heel hoog doen. Ja, dat doe ik zo meteen. Ik ga nu niet deze foto verpesten. Oké, ik heb nou een foto genomen. Nu doe ik even het Star Stable logo weg. Oké, wat zei je? Helderheid helemaal naar... rechts, contrast helemaal naar rechts en is verzadigd. Dit ging helemaal rechts. Wow, what the fuck is dit? Oké. En dan moet je... Wat? Dan moet je ze hele felle filters zoeken. Soort van hier hyacinth of maart of herinnering. Oh, jakkes. Oh, die laatste, die van... Tela, die is echt erg. Oh ja. Ik heb een foto genomen. Oké, jongens. Ik ga jullie laten zien hoe je dat moet doen. En dat ga ik nu doen. Hou je muis op het cameraatje. Dan doe je even kijken waar het cameraatje ongeveer zit. Dan bel je een paardentaxi. Dan ga je... naar het cameraatje en dan klik je erop. Terwijl dat je in de paardentaxi zit. Dan zul je zien wat er gebeurt. Het is geniaal. Probeer het uit. Het is fantastic. Je gaat er echt weg van zijn. Het is heel handig voor series. Zo van, wij vergeten kijk, altijd jongens. Of we hebben nooit tijd. Ja, wij vergeten altijd de tijd. En dan is het opeens gewoon licht of... Dan donker. Is het, terwijl dat we donker willen, is het dan te licht. En als we licht willen, dan vergeten we dat het al bijna avond is. Oké, jongens, kijk, we kunnen nu van alles toevoegen. En we kunnen blijven bewegen. Dit is geniaal. Goed gedaan, SSO. Kan ik dit wegklikken? Oh ja, hij doet het. Nice. Oké. Dan gaan we een Star Stable logo toevoegen. Ik ga vanaf nu voor altijd zo livestreamen. Gewoon met dit dingetje hier onderin. Nee hoor. Absoluut wel. En dit kun je dan niet aanpassen. Dit is gewoon normaal. Dit ook niet. Je kunt met de muis kun je niet meer sturen. Maar ook niet deze dingetjes aanpassen. Daar ben ik zojuist achter gekomen.
komen. Doet deze knop het? Deze knop doet het gewoon fucking. Wat wow, dit doen? Is zo nice. Alles om me heen is wazig. Wat kun je dan niet veranderen? Je kan zeg maar niet de positie van je camera veranderen met je linkermuisknop en je kan niet zoomen met je muis. Maar je kan ook niet sturen. Oh, dit is echt nice van die schermdiepte. Maar jongens, dit is zo handig. Kijk, het is nacht. Ik neem op in de nacht. Ha, just kidding. Ha, kijk maar. Ha. Maar, oh kijk, hier zie je wat ik bedoel met die mist. Zo schijnt het dus om ongeveer 5 uur 's ochtends te zijn dat je deze mist krijgt als je inlogt. Ja, je moest wel zien dat het niet omdat het daar weer mist is. Maar kijk, zo is het 's ochtends vroeg. En dan is je schaduw opeens hier als je dat. En dan wordt het mistig en dan gaat het weg en dan wordt het langzaam dag. En dan is het dag en dan veranderen die wolken opeens. En dan wordt het weer... Ja, want dan gaat het langzaam weg en dan krijg je sterretjes. Jongens, ik vind het echt handig. Ik heb op Instagram gevonden hoe je dit moet doen. Dus volg diegene eventjes als je Instagram hebt. En ja, dit is super nice, want zo lijkt het echt alsof het nacht is. Maar natuurlijk kan dat niet, omdat hier fucking veel spelers zijn. Dus jongens, als je YouTube hebt en je wilt een serie opnemen, dan moet je eigenlijk in de avond opnemen. Zo, omdat er dan minder mensen zijn, dan doe je dit trucje en dan zet je het gewoon op dag. En dan doe je hem zo in de hoek. En dan doe je volledig scherm. Oh, ja, het gaat super goed dit, jongens. Doe je volledig scherm en dan haal je daar uiteindelijk gewoon dit kadertje uit waar je paard op staat. Dat is... zo geniaal. Jongens, dit is mijn tip. Ik heb deze tip geclaimd. Dankjewel. Oké, jongens, dit is zo handig voor series. Ik ga dit super vaak gebruiken. Ik hoop niet dat Star Stable dit uit de game gaat halen, want dan ben ik er sad. En ja. Au. Oké, klik het nou weg en nou is het weer normaal. Sad. Oké, jongens, dat was niet de enige in deze update. Je kan ook nog je starter aanpassen. Doe eens niet als ik aan het praten ben. Je kan ook je starterpaard, je allereerste paard, kun je van kleur veranderen. Tenminste, van vacht, niet van kleur. Wat de fuck zeg ik? Oké, Pepper Power is mijn beginner. Zoals jullie misschien wel weten. Papa! Voor de mensen die... Ligt 700 scholieren in het park. Mijn mama. Dus dat wordt wel heel laat vanavond. Mama, nou online? Oké, zoals de mensen. Ik praat even harder. Zoals. Moet even langs de grond op. Voor de mensen die mij al langer volgen, dit is Pepper Power. Hij is mijn beginner. Kaartjes ophalen. Maar er is nu dus een nieuw ding. En dat heet Uiterlijk Startpaard. En dat kost 299 starcoins. Net zoals dat uiterlijk wijzigen van je... Oh ja, dan moet je afstappen. Van je poppetje kost nu ook 299. Was eerst 399. En als je dat doet, dan heb je nog niet meteen betaald. Want ja, ik heb daar toch geen starcards voor. Ik heb daar geen starcards voor om dat te betalen. Dus ja. En dan krijg je dit beeld. Dit is heel irritant. Ik heb een kleine laptop, wat betekent dat ik deze knoppen niet goed kan aanklikken en niet goed kan zien omdat het op beeld staat. Heel irritant. Ik hoop dat je een eigen naam, dat je gewoon zelf een laptop kan kopen of zoiets. Ik probeer harder te praten dan de vader van Dindra. Sorry. En hier kun je even uitzoomen. Hier kun je al je wachten weer instellen. Zo meteen. Ik snap niet waarom je dat zo wil. Pennen. Ik vind het heel je erg weet handig. Ook, weet die schelpen, man. Ik vind die schelpen wel lekker. Schelpje. Ja, maar als je dan een gaat erbij moet, dan gaat het graag in die schelpen zitten. Dit is hoe zoveel lawaai. Dit is hoe mensen denken dat Pepper Power eruit ziet. Maar het is... Vertrouw me. Dit, volgens mij. Ik wil ook gek zijn, hoor. Het zal wel. Ja, toch niet anders.
Oké, maar dat ga ik niet doen, want ik ben tegen met Pepper Power, want hij lijkt op mijn pony die Pepper heet en ja. Wat bedoel je met Pepper? Jongens, dit gaat Starstable waarschijnlijk wel uithalen. Ik zie fucking Regan, Evening Web van Zenny Heroes in mijn homestable staan. Wat de piep! Ja, dat was geen sound effect. Ik hield mezelf tegen. Maar even serieus. Wat de... Hoe dan? Starstable, los dit please op. Dit is niet leuk. Dit is echt totaal niet leuk. Even kijken, ik heb een hele coole foto. Gewoon. Oh, er loopt daar nog iemand. Ik schrik me de tyfus. jongens, ik heb onder de video van wat als een reactie gekregen van wat als mensen bij elkaar een homestable konden. Maar dat gebeurt nu, dus ik maakte nog wel een aparte video over. Maar dan specifiek hoe het zou zijn als je echt mensen expres zou uitnodigen in je homestable en niet dat dit gebeurt. Ik vind het wel jammer dat je elkaar spaarden eigenlijk niet kan zien. Dat is het wel, je kan elkaar spaarden niet zien. Ik zet eventjes Thunderboy terug. Okay. Wow, ik heb echt een coole foto. Nou ja, oké. dit is very weird. Maar ik hoop dat Starstable dat wel oplost. Zou dat een of van die foto misschien ook werken? Oh nee, laat maar. Ik wil vragen, zou dat een of van die foto ook werken als je uit je homestable komt? Maar dat is blijkbaar niet. Oh, dit is een lelijk plaatje. Zagen jullie die teugels? Die teugels die bewegen nog even als je hebt gedaan, zeg maar. Kijk, dan bewegen ze nog heel eventjes. Dat is wel grappig. Oké, jongens, we gaan een leuke springfoto maken. Die heb ik natuurlijk al, maar misschien is er iets leukers. Oh ja, precies op een kutmoment natuurlijk. Ben je maar politiek gaan doen? Oh, stop, ik stil. Oké. Ik vind het irritant dat je daarna opeens stilstaat. Kijk, dan krijg je dat in je beeld. En dat is super irritant, wel dat het een mooi shot is. Waarom? Waarom is het zo? Oh ja, jongens, ik moet jullie een dingetje even zeggen. Deze video duurt natuurlijk al 23 minuten bijna. En, maar ik wil jullie even zeggen, deze berg. Hier stond eerst een berg. Die is nu weg. Dat frustreert mij. Serieus. Sinds vorige week is deze berg hier weg. Als je langer Star Stable speelt, dan heb je dat misschien wel gemerkt. Maar het kan ook zijn dat je denkt van, Want kijk, overal waar geen grasjes zitten, zat vroeger een berg. Dus van hier zo, jongens, zeg in de comments of je dat door hebt gehad. Van daar tot aan hier zo, zat vroeger een berg. En nu is dat plat. Ik denk persoonlijk dat er een kleine rijbak komt voor non-star riders. Dat zou heel erg fijn zijn. En nu kan ik dit gebruiken als een soort greenscreen. Want als je nou je beeldkwaliteit laag zet en je interface sluit, wat die nu doet, heel irritant, want dan moet je weer via de deur en dan dit en dan zo, oké. Kijk, ik heb een greenscreen. Hey, de knop deed het niet zo gemeen. Kijk, dat voorplukje. Oké, ik heb nu een greenscreen. En ik vraag me af wat hier komt. Eigenlijk. Oh, dit is een hele rare foto. Ik vraag me af wat hier komt. Want daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Maar ja, we gaan even mijn beeldkwaliteit weer hoger zetten. Want ik kan er echt niet tegen dat het zo laag is. Ik begrijp dat wel, maar ik kan er echt niet tegen. Dat je beeldkwaliteit op het laag staat. Want ik weet dat dat zo is bij jou. Anders heb ik lag. Ja. En jongens, de regenboograce is weg. Oh ja, mensen, ze zeiden net, als je dat door hebt, zet in de comments, maar niet vals spelen.
Maar je mag niet zeggen, ja, ik heb het al door, dat je het eigenlijk nog lang niet door hebt en je ja, hebt het pas door als Mia het zegt. Gewoon eerlijk spelen. Alsof het een wedstrijd is of zo. Nee. Oh, binnen een seconde staat het paard alweer stil van het bevriezen. Waar moet mama het ophalen? Wat waar? Dat ding staat in beeld. Dat was zo kaartjes. Hoe schrijf je dat? De witte, gewoon front, F-R-O-N-T. Front. Ik hoop dat ze iets dichterbij staan. En op het laatste... Offers. Dat je dit krijgt. Dit wil ik, jongens. Oh. Hoe raar staat dit licht? Oké. Wacht even, wat zei je? Ik zei niks. Oh, dit is nice, jongens. Of toch zo? Nee, dan zit die knobbel in de weg. Ja, we doen zo. Of zo. I don't know. Het staat eigenlijk net iets te dicht bij de ding. Iemand wil mij als vriend. Sophie Colton. Eens kijken wat ze wil zeggen. Je doet echt alsof dit een let's play is of zo. Nee, nee. Oké. Blikveld, lekker ver, grapje. Oh, dit is mooi eigenlijk. Wow, wat de... Dit is echt mooi. Dit wordt mijn nieuwe profielfoto, jongens. Nee, maar. Misschien van Skype, dat kan wel. Meiden? Nee, ik bedoel, meiden, waarom zeg ik meiden? Maar, Mia, als je naar de paardenkap gaat, dan zie je bij de allereerste het paardje van de Lusitano. Serieus? Oké, ja. Jongens, we gaan zo meteen naar de paardenkapper. Oké, zal ik het in de nacht doen? Of zal ik het in de laat in de avond doen als het nog net geen nacht is? Of zal ik het in de ochtend in de dauw doen? Oh, dit is niet zo. Zo, ik heb mijn haar weer teruggekocht. En ik wil nog een foto... Dat er geen wolken zijn, of amper. En een foto laat in de avond, als er nog net geen nacht is. Zo, oké. Oh, opeens zijn er heel veel mensen uitgelogd. Oké. Ik hoop niet dat ik ook netwerkfout krijg. Of is dat gewoon omdat je bevriest, dat je opeens alles tegelijk krijgt? Ja, dat is het. Jongens, dit video duurt best wel lang, maar leer er maar mee leven. En jongens, F1 doet het heel slecht als je die camera hebt gebruikt. Dus iedere keer dat je die camera gebruikt, dan moet je weer interface dicht doen via Ask, opties. Nou, dat heb ik dus wel. Oké, jongens, deze video duurt dus een half uur, maar dat is gewoon omdat ik het uitgebreid wil testen. Oké, paardenkapper. Wat bedoel je met de eerste is dat? Als je naar de paardenkap gaat, dan heb je eerst zeg maar zo'n paardje, dan heb je nog een paardje, dan heb je nog een paardje met al die haarstijls, hè? Dat allereerste is een Lusitano. Ja, maar ik heb gewoon nog het normale haarstijl, dus ik kan die eerste foto niet zien. Ik kan wel mijn pony pakken, daar heb ik wel dinges bij gedaan. Oh nee, dat is een pony, dat werkt natuurlijk niet. Ik ben zo dom. Nee, wacht, ik dus straks een foto. Is goed. Oké, jongens, ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik ga nog eventjes door dit gangetje dragen, gewoon omdat ik het niet kan. Oh, Mia, wat is hier aan de hand? Ik zie hier twee mensen zweven, lopend op hun paden. Oh, dat gebeurt wel vaker. Oh, kijk, er komt net iemand aan. Nou, die kunnen we er mooi afhalen. Oh, daar staat ook iemand. Dat is een beetje jammer. Oké, als we nou zo doen, dan zorg ik dat ik dit stukje waar deze map zit eraf knip. Dan is het een leuke foto. Oké, ik ga nog even snel deze video deze foto bewerken. Jullie zien hem aan het eind van de video eventjes verschijnen wat ik hiervan heb gebakken. Ik laat hem denk ik wel in deze positie, want dat is mooi. Dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren, want jongens, we hebben 125 abonnees! Woehoe! Volgens mij, kijkers van hun, maar meer dan. Hopelijk dat jullie die video hebben gezien. Want als je niet abonneert, dan kom ik je persoonlijk ophalen. En ga ik je account hacken van YouTube. En dan laat ik je abonneren op meer. Zo. Oké, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te abonneren. Tot in de volgende video. Doei! Doei! Hey.
is left.